Zegt John, moederdagconcert, dat is voor jou heel bijzonder. Dat is voor mij best wel, ik ben nooit zenuwachtig, ik ben altijd wel gezonder spanning, maar een eigen theatershow is natuurlijk wel best wel heftig voor mij. Want ja, Kees zit nou al te zeuren, want je moet een verhaal schrijven, wat je gaat vertellen. Je moet op die plaats gaan staan, want daar word je uitgelicht. En je kunt, kijk, in het theater moeten ze gewoon 2 uur naar John de Bever gaan zitten kijken, zonder te roken, zonder te drinken, zonder te eten, zonder te dansen. Ja, er wordt misschien toch wel gedanst. Maar ik bedoel, ja, dat in een theatershow kan en dan vertel je eigenlijk iets over je leven. Ja, dat ga ik gewoon doen en dat komt, het komt al goed, maar ik ben wel zenuwachtig. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, ik heb, niet arrogant bedoeld, maar ik heb eigenlijk alles toch als zang een klein beetje mee mogen maken. Dus een dinnershow, een nieuwjaarsparty, de optredens die ik elke week dan doe. Maar een eigen theatershow, dat was eigenlijk een wens. Ik was gruwelijk fan van Toon Hermans. En dan was ik vroeger altijd aan het kijken met mijn vader. Ik zei, nou, ik ben natuurlijk geen Toon Hermans, want als een cabaretier was dat gewoon een fenomeen, de allerbeste die er ooit geweest is. Maar ik zeg, dat wil ik ook eens een keer. Ik zeg, een liedje zingen op in een theater, blacklightje, op een stoel, wanneer we neerzingen. Of mijn gebroken hart, zeg je nu wel een echte mooie ballad. En dan de mensen vermaken, of huilen, of plezier maken. Want ja, ik vind het gewoon leuk. Dus ik kan eens iets vertellen, eens een keer iets anders, ook een uitdaging. En gelukkig loopt de kaartenverkoop ontzettend goed, dus dat is wel uitverkocht, ja, tegen die tijd. Als mensen nu nog kijken, er zijn nu nog kaarten verkrijgbaar? Ja, er zijn er nog wel, ik denk nog 100, dus er kunnen er 950 in, dus het is al heel hard gegaan. Ben ik, maar ja, dat zeg ik al, dat zijn dan ook wel weer de fans waar je het over hebt, die dan ook, die daar dan wel eens bij willen zijn. En misschien eens een keer bij een avondje, als je moet zingen met dansen, eten en drinken, daar niet bij willen zijn. En die nou zeggen, of ja, ze geven de moeder een mooi moederdag cadeau, ze gaan naar John de Bever toe.